Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een nieuwe aflevering van Ancient Warfare 2. Weet niet wat er met een aan de hand is, nooit gespeeld. Geen idee trouwens. Een paar dingetjes, jullie zien mij nu aan de andere kant. Ik was de vorige keer zo dom om mezelf aan die kant te zetten. Of voor jullie die kant zie ik nu. Want daar staat mijn levensbalkje, dat konden jullie niet zien. Dus jullie hadden geen idee van, hè, waarom gaat die gast nou steeds dood? Nou, ik werd gewoon keihard geoond door die gasten, logisch. En het tweede dingetje, ik heb het geluid aangepast. Sorry, nog steeds voor de fucking vorige aflevering. Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik had het geluid goed gezet, alleen het flipte de pan uit. Dus ik hoop dat het dit keer wel goed gaat. Als het goed is wel, ik heb het 3000 dubbel checked. Maar we gaan gewoon beginnen. We gaan verder met onze campaign. We gaan onze blauwe dude gaan we verder brengen in zijn campagne. We zijn bij level 5 pas. Ik had het gevoel dat we al veel meer levels hadden gedaan, joh. Welk wapen hebben we? We hebben nog steeds een bijl. Ik heb een hekel aan die bijl. Maar oké, we gaan het er gewoon mee doen. Heeft deze gast een zwaard? Dan pak ik zo meteen graag jouw zwaardje op. Kijk, oh! Decapitation! Oh my god, ik heb een katana. Ik heb een motherfucking katana. Ik ben een ninja warrior. Ninja warrior. Ja, tuurlijk Jan, ik ben een ninja warrior. You guys, I will fuck you up. Oh. Waarom is die katana zo kut? What the fuck is dit voor bullshit? Ik heb er één gestoken, maar ik kan het ding alleen maar steken, man. Doe eens een normale... Zo werk je niet met een katana. Ik heb in ieder geval een sleutel. Dus dat scheelt. Maar ik denk dat ik er gewoon zwaard op ga pakken. Want dit is bullshit, die katana. Kijk, hier kan ik tenminste een beetje mee swipen, weet je wel. Een beetje mee steken. Stabben die shit en zo, weet je. Die katana was fucking bullshit. Oh god. Jullie hebben werpdingetjes. Ik hou niet van werpdingetjes. Fucking eind op met jullie werpdingetjes. Come on, dude. Double decapitation. Hebben jullie nou serieus stokken? Jullie gaan met een stok op iemand af die een zwaard in zijn klabben heeft. Waar de fuck denken jullie mee bezig te zijn? Ik hak jullie gewoon door de midden. Kom dan, kopje eraf en door. Ik heb alleen niet zoveel held meer over, dus ik moet wel echt aan uitkijken voor die archers. Oh god, schieten ze met vlammende fucking pijlen? I call bullshit on this one. Dat is niet eerlijk. Het zijn ook fucking 3. Wie verzint deze BS? Ah! jij schoot je mattie in zijn kopie. Nee. En hak. Oh, maar die boogschutters, als je eenmaal weet hoe je ermee moet dealen. Weet je, een beetje eromheen lopen en alles. Zijn ze nog wel te doen? Kan ik ook... Oh god, kan ik een boog oppakken? Oh, ja, ik wil jou sowieso gaan range killen, maat. Jij gaat sowieso een pijl in jouw hoofd krijgen. Komt ie maar. Oh god, ik heb een boog. Ah, tjakadoe. Oh my god, ik wil voor altijd een boog hebben. Dit is fucking cool. Het mik is fucking kloten, maar dat maakt niet uit. Dit is fucking cool. Ik kan gewoon mensen neerknallen. Hoe fucking nice is dat? Alsjeblieft, zeg maar dat ik deze boog fucking meeneem naar het volgende fucking level. Ik weet het, ik zeg een hoop fucking. Ik weet niet wat er met mijn hand is. Maar dat maakt niet uit. You won. Yeah. We did it. Oh ja, yeah, next level. Ik vergat bijna wat ik moest doen. Way to the armory 2. Leuk, gewoon spelen. Niet zo, ah, heb ik weer een fucking bijl. Ik wil een boog. Godverdomme, ziet de mannetjes op paarden? You fucking what, mate? Wat moet ik daar tegen doen, man? Oh my god, je hebt een fucking lang wapen. Ik wil je wat. Ah! It's a one-shot fucking kill. Oké, dit gaat. Redo. Ik wil zijn wapen hebben, man. Met dan kan ik die gast makkelijk van zijn paard aftrekken. Geef me je fucking shit. Dankjewel. Oh god, we hebben een pike. Holy shit, man. Dit ding heeft range. Nothing can harm me now. Kijk dan, ik pook gewoon letterlijk zijn hoofd ervan af. What the fuck? Oh, dan moet je niet binnen range komen, maat. Dat was niet de bedoeling. Hier, pook hem door de midden. Ik hak niet eens meer, ik pook gewoon. Nou, ik hak soms ook. Jan, dat is bullshit wat je zegt. Wel aan de regeltjes houden. Heb ik nou zijn arm eraf gehakt? Oh nee, ik dacht dat ik zijn arm eraf had gehakt. Oh god, de boeren zijn boos. De boeren zijn boos. Maar daar hebben we een speciale techniek op. Ik ga niet te dicht bij die gastjes op die paarden komen. Ik vertrouw ze voor geen meter. Oké, El Chapo's.
Dat ging niet helemaal goed, jongens. Hadden we niet gerepeteerd. Kom op, hè. Kom op. Even aan de regeltjes houden. Van de dood. Dankjewel. Zo moeten jullie vallen. Behalve die laatste. Die doet het dan weer moeilijk. Altijd. We hebben een boogmannetje en we hebben twee gastjes op paarden. Ik weet niet wat die gastjes op paarden gaan doen. Dus ik ben er bang voor. Maar ik denk dat ik eerst paardje door midden moet hakken of zo. Leef jij nog? Are you dead? You dead now? Oké, okay, cool. Next. Komt ie maar, meneer paarden, meneer. Ik ga u eventjes een zwaar door de midden hakken. Dit is veel... Die paarden zijn fucking makkelijk. Je hoeft alleen maar die paard voor zijn kop te steken. Ik weet het, het is niet heel erg diervriendelijk. Oh, ik was even vergeten dat jij een boog had. Whoops. Dat was bijna mijn dood. Zucht, Jan. Oh, echt. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik hoest me als een achterlijke. Ik word ziek, maar dat maakt niet uit. Ziek of niet, ik ga door. Zo werkt het. Ik wou bijna zeggen, you found the key. Maar dat heb je al gedaan. Ik wou bijna een retry doen. Gaan we ook niet doen? We gaan gezellig naar het volgende level. Ja, oké, okay, dankjewel. De tekst wordt wel steeds minder. Dat scheelt. Weet je, zou rekening met mij. Ik hou niet van lezen. Ze hadden dit level beter Polonaise kunnen noemen. Maar oké. We pakken jullie wel rijtje voor rijtje. Prima, jongens. Hè? Geen probleem. Doen we gewoon. Huppa. Arm. Hé, nou heb ik wel je arm eraf gehakt. Nee, ook niet. Ik hoop echt dat de muziek goed is. Want dit spel fuckt namelijk behoorlijk met de muziek. Kijk, het ene moment is echt fucking zacht. Als je bijvoorbeeld je soundcheck doet op een heel zacht nummer. En dan gaat dan ineens fucking hard. Ja, dan ben je gewoon fucked. Dat was dus wat er de vorige keer gebeurde. Want ik deed mijn soundcheck, zoals ik altijd doe, hè. Ik ben fucking veel health al kwijt, zie ik nu pas. Ik doe mijn soundcheck, doe ik altijd gewoon een beetje... Oeps, klik uit de game. Nee, maar ik doe... Ah, fuck, ik ben dood. Maar ik doe dus gewoon normaal mijn soundcheck. En dat deed ik dus dit keer ook. En dat ging prima. Mijn soundcheck klonk prima. En toen bleek ineens dat het in-game geluid... En niet alleen het in-game geluid. Maar oh, dit gaat even niet goed. Jan, je moet focussen, niet dansen. Je moet hakken en slaan. En dat is ook ongein. Dan moet je wel eventjes gefocust blijven. Goed zo. Maar ja, vervolgens verraste dus het level mij met een fucking harde muziektrack de hele tijd door. En dat zag ik pas later in de opname terug, dat het zo fucking hard was. Dus ja, dat was een tikkeltje kut. Maar ja, toen was het kwaad al geschiet. En ja, weet je, ik kan dan wel nog een keer de aflevering op gaan nemen. Maar dat wil ik niet doen. Weet je, dat doe ik niet. Dan ben ik te lui voor. Fucking hell, ik klik steeds uit de freaking game en daardoor ga ik dood. Dat is echt heel irritant, game. Oké, ik houd bij mijn bijl. Die is veel beter dan al die ongein die jullie me geven. Ik wil gewoon een wapen waarmee ik op range kan, mensen. Dit is toch niet... Kom op nou. Kom aan. Doe het. Fix your shit, Jan. Hak. Zonder geraakt te worden. Timing. Daar gaat het om. Timing is of the essence. Your timing is fucked up, Jan. Kom op, doe het beter. Huh? Ja, verdomme. Ga ze me inlopen sluiten. Waar de fuck denken ze dat ze mee bezig zijn? Oké, okay, let's try this shit again. Oh, wacht, ik kan sprinten. Nee. Ik sprint gewoon lekker langs jullie allemaal. Ik trigger jullie allemaal. Dit is mijn nieuwe tactiek, hè. Ik trigger ze allemaal. Vervolgens ga ik ze proberen in een groepje te krijgen. Ja? En dan hoop ik dat ze elkaar voor de hersen slaan. En heel misschien dat ik dan de laatste af kan matten. Uitkijken, want... Oh god, dat is slim. Er staat hier een boogschuttertje. Ja, ik wil die boogschutters hebben. Ik wil een boog hebben. Als dat mij lukt, hè. Als het mij zo meteen gewoon lukt om een fucking boog te pakken, dan kan ik ze gewoon echt ass repen als de motherfucker. Gaat me nog lukken ook. Oh, hell yeah. Heb ik infinite ammo? Please zeg maar dat ik infinite ammo heb. Ik moet alleen reloaden. Oh, maar dat maakt me niet uit. Ik heb de tijd. Komt helemaal goed. You took an arrow to the shoulder. Oké, ik zeg dan wel eens heel erg makkelijk en alles, maar dat is het niet. Ga dan dood. Hoeveel fucking pijlen heb je in je flikker nodig om dood te gaan? Dit is bullshit! Oké, maar als jullie het zo willen spelen, kan hoor. Kan. Doe het gewoon zo. Headshots werken altijd. En bodyshots soms ook. Maar kijk, nu zijn ze in een mooi rijtje. Kan ik gewoon rustig achteruit lopen. Hé, maar dit was even een slimme techniek. Goed gedaan, Jan. Ik ben trots op je. Dankjewel, Jan. Ik weet het, ik ben echt een asshole, of niet? I know. I don't care. See how much fucks I give. Ga dood! Would you die already? Zijn er gewoon echt fucking veel mannetjes. Uh-oh, ik denk dat ik de game aan het breken ben. Dit is namelijk wel een hele lange pijl.
Oh, daarom hou ik ook gewoon van indie games, hè. Dit soort shit gebeurt. Dat is zo mooi. Hé, hey, daar ging mijn pijl. Ik weet niet of jullie dat zagen. Ja, tuurlijk. Schiet de pijl en recht komt er zijwaarts uit. De game weet niet meer wat hij moet doen. De game denkt, fuck you, Jan. Je hebt me verslagen. Oh god, hij glitcht the fuck uit, man. Oh, ik hou van dit soort spellen. Wat dit betreft doet het me heel erg denken aan Totally Accurate Battle Simulator. All them glitches. All them glitches. I love it. Hoe lang gaat dit duren? Ja, het is nu gewoon een kwestie van tijd, jongens. Ik kan oneindig achteruit blijven lopen. Jullie kunnen naar me toe komen. Kunnen geen flikker uithalen. Ik kan mezelf even over mijn buik krabben wat eventjes nodig is af en toe. Zo, en daarna kop. Gaan er nog meer duien vallen? Ik heb nog steeds geen sleutel. Geef me die fucking sleutel dan. Waar is die sleutel? Heb ik die al ergens liggen of zo? What the fuck is dit voor bullshit? I want the key. Give me the key. Oh, damn, die viel keihard neer. Come on. Laatste paar. Iemand van jullie moet de fucking sleutel hebben. Toch of niet? Ja, of ligt die onder de deurmat? Ik wil best even kijken hoor. Ik bedoel, ik loop nu toch richting de poort. Ik vind het prima. Hè? Mijn pijlen kets gewoon af van je fucking wapen? Kijk dan, dit slaat toch nergens op al die lange fucking pijlen. Hè, hij is dood. Oh, volgens mij schoot ik jou vol je kruis, of niet dan? Jezus, hoeveel zijn het er nog? Oh, muur. Dropte die nou de key? Ik heb geen idee. Ga eens dood, dames en heren. Waarschijnlijk alleen heren. Ik bedoel, als het Ancient Warfare is, in die tijd zenden ze vrouwen niet echt het battlefield gebeuren op. Wat vreemd is, want ik ben nog altijd veel banger voor een vrouw dan voor een man, hoor. Ik zweer het je. Als een vrouw met een mes om me af komt rennen, dan weet je dat het echt menens is. Niks tegen vrouwen. Serieus, guys. Niemand heeft de fucking sleutel. Wat? Houston? Hoe de fuck kom ik de poort dan in? Wat is dat? Oh, daar ligt hij. Ik schrok me al dood, man. Ik denk, het is leuk, maar niemand heeft een fucking sleutel. Ik heb jeuk aan mijn been. Ik heb jeuk overal. Ik weet niet wat het is. Nee, ik heb geen luizen. Doe ik niet aan. Ik vies. Oké, okay, next level. Nice. Deze muziek is zo menacing. Ik hoorde dat jullie het wel goed kunnen verstaan. En niet dat ik er boven, te ver bovenuit kom van de zon. Want dat weet je maar nooit met dit spel. Next level. Eindelijk. Hard reality. Uh-oh. Hey, ik heb tenminste een schild en een zwaard. Dat scheelt. Dat scheelt. Ah, snap je dat? Nee. Never mind. Never mind them. Oké. Okay. Hey, ik heb heel leuk dat schild, hè. Maar kan ik daar ook daadwerkelijk mee blokken? Ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. That is not a good. Oh, oh shit. Firing squad. Die had ik even niet door. Weet je, dan ga ik gewoon heel sneaky hier staan zo. Dan heb ik de dekking van jou wel. Zo, dan schiet ze allemaal. Jou! Hak ik jou door de midden? Hak ik jou door de midden? Nee, hak ik je door de midden? You died. Well, fuck you then! De next level gaat niet, Jan. Je moet retry doen. Dat werkt nou eenmaal zo. Maar ik wil dit level nog halen. Kom op. Please. Let me get it. Ik had die firing squad helemaal niet gezien, man. Ik dacht dat mannetjes met zwaarden waren gewoon. Maar dat waren het dus niet. Wat ik me nu afvraag, hè. Ik heb nu de key. Zou het kunnen dat ik bijvoorbeeld nu gewoon als een achterlijke naar de poort ren? Gewoon niet meer achterom kijk. Als een achterlijke die poort binnenren en die Excalibur pakken ze allemaal af, man, met dat ding of zo. Geen idee, maar hè, wie weet. Je weet maar nooit. Misschien kan de poort nu al gewoon open. Wat zijn dat voor mannetjes? Die zien er anders uit. Wat hebben ze vast? Kruisbogen. Holy shit, no. Oh god, no. Oh god, no. Fuck you, no, no. No, 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 die schieten veel accurater. Donder op, man, doe de poort open. Laat me erin. Hakken. Kan ik springen? Waarom kan ik niet springen? Ik wil springen. Ik heb recht op springen. Laat me. Please, alsjeblieft, zeg dat dit het level beëindigt. Het werkt. Het werkt. Nou, dat ik dat weet. Zo gaan levels wel lekker snel, of niet dan? Oké, okay, next level. Ik ga er denk ik nog eentje doen. En dan hou ik het voor gezien. Of tenminste, ik kan nog eentje proberen, want je weet het nooit met dit soort levels. Soms zit je er een fucking uur in vast. Oh, hij heeft een double-bladed battle axe. Ik wil die fucking battle axe. Ah, die klerenlijzen hebben vuurpijlen. Ah, geef me die axe. Dit is mijn axe.
Nee, ik ben echt niet op dreef vandaag. Sorry, het spijt me. Aan de ene kant zeg ik ook zoiets van vuurpijlen zijn ook wel leuk. Heeft één van jullie boeren de sleutel? Heeft iemand de sleutel gezien? Niemand? Kan ik een van die pitchforks misschien van jullie een sleutel gaan bouwen? Werkt dat? Ik heb geen idee, man. Ah, jullie hebben de sleutel wel, man. Waarom waren jullie aan het liegen dan? We slaan het op. Bullshit. Oh, daar gaat een van jullie hooivorken. Oké. Okay. I don't care. Oké, ik ga weer gewoon een run maken voor het. Ik denk wel dat ik die paardengastjes even afslag, want die zijn redelijk makkelijk. Kijk, die zijn redelijk simpel. Die halen toch de grond niet, dus die slag je gewoon af. Ik heb geen idee waarom die gasten trouwens ook droppen, terwijl je eigenlijk alleen maar hun paard afslagt. Ik heb geen idee hoe die logica werkt. I don't really care. Oh, jullie zijn trowy dudes. Jullie zijn trowy dudes. Jullie zijn baddies. Ik hou niet van baddies. Oh god. No. Leveled. Yep. One. I won. Oké, gamefans, ik ga het hier belaten voor vandaag. We zijn aan pokkenend ver gekomen. Ik hou nog steeds van dit spel. Ik ga hiermee door. Ik wil hem uitspelen. Ik heb geen idee hoeveel levels er zijn. Hebben jullie nog tips en zo voor me? Zet ze even in de comments onder neer. Wat ze graag willen weten. Ik hoop ook dat jullie dit spel leuk vinden. Zo ja, laat dan even een like achter op deze video. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dat dan even op de rode knop onder het filmpje klikken. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende aflevering van Ancient Warfare 2. Ik heb nog steeds geen idee waarom we 1 over hebben geslagen. Maar dat maakt me niet uit. Ik hou van dit spel. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!